9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Succes! Succes allemaal! Allemaal succes! En dan over een paar uurtjes op de Morgen Sitter. We zijn hier op de Morgen Sitter. Het is nu 4:15 in de ochtend. Zojuist zijn de eerste wandelaars van de Candymars vertrokken. Ja, en het staat een wandeling van 80 kilometer te wachten. Wij gaan eens kijken langs de weg wat er allemaal gebeurt. Wat betekent de Candymars voor Sittard? Nou, het is een geweldige stadspromotie. Al 52 jaar wordt de naamsbekendheid uitgedragen. Maar zijn er heel veel mensen die niet alleen dus uit de start, maar van heinde en verre komen om hier dat sportieve gebeuren te beleven en aan deel te nemen. De zachte jong doet deugen niet, je zit tegen een heukske. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Wat is er zin in? Tra-la-la-la-la. Ik heb er geweldig zin in, joh. It's our first time. Okay, where are you from? America. You are especially here for the Candymars? Yes, we came in just to do this. No, we are not. We're actually stationed over well, here. Well, we live here, yes. But we came up to Sittard just to do this race. Oh, you live at the military? Yes. Oh, okay. And why are you doing this, the Candymars? Well, just to go ahead and accept the challenge, because we figured, you know what, they did it in, what, 1963 for the first time, and Bobby Kennedy did it in Oxford loafers, so we should be able to do this in sneakers. And we'll find out in less than 20 hours if we are going to be able to make it or not. We'll make it. We got about 16 to 18 hours we'll finish this in. Did you practice a lot? We work out a lot, so we didn't do 50 miles for rehearsal yet. So we'll find out. It'll be interesting. It'll be a challenge. And then also we figured as a couple, we'll see if this is going to bond us or if you're going to end up getting divorced at the end. So oh, really? We'll see. Ik ben hier voor mijn zus, Jolanda van de Kelft. En ze is vanmorgen dapper begonnen om 5:00. En ze zal zo meteen, denk ik, een van de eerste zijn die als dame langskomt. Ja. Okay. En gaat u ook alle posten af waar ze langskomt? Daar gaan we ons wel even, als het weer een beetje ook mee zit, gaan we dat zeker doen. Ja, ja, dat hoort er ook bij. Dus zij doet het harde sportieve werk en wij doen de ondersteuning. En zelf ook al een keer meegedaan? Ja, zelf al twee keer meegelopen. En mijn partner, mijn man ook. Mijn schoonzussen doen ook beide mee. Dus het zijn allemaal vrouwen. Dus daar zijn we heel erg trots op. En ook uiteraard onze schoonbroers. Maar we kijken er erg naar uit. Ja. En wat vindt u het leuke aan de Candymars? De sfeer. De sfeer en de beleving. En het samen zijn. Dus het is ook heel leuk dat je mensen herkent. En als je op meerdere posten staat, dat mensen jou herkennen. En dat je dan ook op die manier, zullen we zeggen, er een heel leuk samen gezellige happening van maakt. Ondanks de regen, ondanks het weer. Maar dat boeit niet. Dat is een stuk minder. Maakt niet uit. Het is allemaal waard om vroeg op te staan. En langs... Ja, het is ook maar één keer per jaar. Dus dat doen we met alle plezier. En hoe zijn de eerste kilometers bevallen? Ja, prima. Alleen jammer van een beetje regen. Ja. Maar ja, het is beter dan wat we eigenlijk in het begin van de week verwachten. Ja. Want toen dachten we van nou, als het zo wordt, dan denk ik niet dat ik ga starten. Als het zo slecht is. Ja. Nee, maar nou gaat prima. Ja. Ik denk dat ik iets te hard gelopen heb met iets te strakke schoenen, denk ik. Dus ja, ik wist niet dat het zo erg was als het eruit ziet. Ja. Want ik had een blaar. Ik ging er even op springen, hè. Maar ik wist niet dat de achterkant van mijn hiel zo ontiegelijk open was. Dus ja, ach. Ja. Is het al vrij snel gebeurd? Of, ja, na de eerste controlepost. Ja, een paar pilsjes zouden lekker zijn. Hè. Ja. Maar ja, dat is nog vroeg. Hè, dus ja, dat, ja. Nog maar 19 kilometer te gaan en dan zijn ze bij de finish, deze dappere wandelaars. En nu staan we op dit moment in Roosteren bij een rustpunt. En hier staat een van de mensen die hier al diehard aan het werk is. Wat moet je doen vandaag? Drankjes uitdelen en Siense appels uitdelen aan de wandelaars. Al veel mensen op bezoek gehad? Ja, heel veel. Vooral nu is het hoogtepunt.
Het is inderdaad even piek nu inderdaad. Het is hier inderdaad duidelijk te zien. En veel mensen die ook wat willen drinken? Of, Ja, vooral veel drinken. Vanwege dat ze ook veel vocht verliezen. Dus we hebben het al aardig druk gehad, vooral bij die drankjes. Volgens mij zo'n 65 kilometer aan de wandel. Nee, ik doe de 40 kilometer. De 40 kilometer. En hoe gaat het? Prima. Nog geen blaren, nog geen... Gelukkig niet. Het gaat allemaal goed. Ja. Dus, hoe vaak heeft u wel meegedaan aan de derde keer dit? Dus, u bent eigenlijk dan wel goed getraind volgens mij. Ja, twee keer geoefend, 20 kilometer. En het gaat goed. En nou onderweg naar Sittard natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Het schiet op nou, hè. En dan als u in Sittard aangekomen bent, waarschijnlijk even lekker op het terras, of niet? Dat kan, ja. Lekker een lekkere cappuccino of zo, hè. Even opwarmen. Nou, wij zijn hier eigenlijk met name voor de blaarverzorging voor de wandelaars. Dit is een lange afstand, dus mensen kunnen blaren ontwikkelen. Dat kan ze beletten om de mars eigenlijk af te lopen. Dus daar zijn we primair voor. Maar als er ook nog andere gezondheidsproblemen zijn of mensen voelen zich niet lekker, is het natuurlijk uitermate de post waar wij de mensen opvangen. We kijken naar het probleem wat we kunnen behandelen met onze Rode Kruiskennis, doen wij. En anders schakelen we professionele hulp in. Ja. Zijn er al mensen ook doorverwezen naar die professionele hulp? Op dit moment nog niet en we hopen dat het zo blijft. Wat zijn op dit moment de meest voorkomende kwalen? Blaren. Blaren, blaren en nog eens blaren. Het weer staat er ook natuurlijk ook niet helemaal naar. Dus dat is eigenlijk het primaire punt waarvoor de mensen hier zijn. En achter bij de massages worden ook mensen heel veel met heup- en knieklachten geholpen. Eigenlijk ja, spier- en gewrichtsklachten. Ja. Nou, je noemde het net al, blaren. Wat is de standaardbehandeling om van die blaren af te komen? Als je inderdaad een blaar hebt, dan wordt die hier natuurlijk eerst netjes gedesinfecteerd, alles schoongemaakt. En dan gaan we de blaar doorprikken en op de plek waar de blaren zitten wordt het ook weer netjes afgetaped. Zodat je in ieder geval met zo min mogelijk pijn en zo min mogelijk klacht weer de finish kunt bereiken. En we hopen dat met deze behandeling na de finish mensen ook gewoon de problemen met de blaren ingeperkt kunnen worden. En we hebben hier een wandelaar die even naar de EHBO-post moest afreizen. Want wat was hier gebeurd? Ik had last van blaren, vooral links. Dus eventjes een blaar door laten prikken. Nou, hij was gelukkig al open, maar ze hebben wat huid weggesneden en vervolgens ingetaped. Han Wolfs, u bent voorzitter van de Kennedy Mars, een van de organisatoren. En we zijn al even op streek hier. Ja, we zijn even op streek. We zijn inmiddels bezig met de Swentibel Mars die binnenkomt. De 40 kilometer, dat is op zijn hoogtepunt op dit moment. Dus we zitten halverwege het evenement op dit moment. En dat betekent dus dat één van de tochten al binnen is gekomen? Ja, de 10 kilometer, de minimars, die is tussen 2 en 4, 5 uur is hier binnengekomen. Klopt. Hoeveel mensen doen er nou in totaal mee? De Kennedy Mars een dikke 2600. De Swentibolt Mars 40 kilometer een 1700. En de minimars een 1800. Dus in totaal een dikke 6000 deelnemers. 6000 deelnemers en dat is dan niet alleen maar uit Sittard? Nee, dat stamt uit heel Nederland, maar zelfs hebben we wandelaars tussen zitten uit Amerika en uit Litouwen zelfs, voor de eerste keer in onze geschiedenis. Uit Amerika zijn dus al vaker geweest? Ja, Amerikanen zijn al vaker geweest, want het is een evenement dat uit Amerika is overgewaaid. Dus wat dat betreft ligt dat wel in de lijn der verwachtingen, maar Litouwen is natuurlijk wel heel apart. Ja. Wie was de eerste die vandaag binnen mocht komen? Ja, dat waren er een aantal. Dat waren er 6 kleine jochies die op de 10 kilometer binnen mochten komen. Die waren het snelste. Leuk. Ja, was heel leuk om te zien. En ook van de 80 kilometer schijnt er al iemand binnen te zijn gekomen, hè? Al meerdere. Maar de eerste die was rond 2 uur binnen, een wedstrijdloper. Iemand die volgens mij op iemand. U staat volgens mij op iemand te wachten. Ik sta op mijn zoon te wachten. Op mijn zoon, die heeft een geleidehond bij zich. En die doet al voor de derde keer mee voor de 40 kilometer. Zo, dat is mooi. Ja. En u zei dat met een blinde geleidehond? Ja, ja, ja. Ik begrijp hieruit dat uw zoon blind is? Nou, bijna. Bijna. Dus hij ziet nog wel iets. Maar het is natuurlijk wel zwaar voor hem. Ja, absoluut. Morgen al in de regen vertrokken. En, hoe laat is die nou precies dan weggelopen hier? Om 10 uur? Om 10 uur, ja. Ja, ja. Jeetje, en dan inderdaad in die regen? Ja, ja, ja. Maar het is een volhouder hoor. Dan mag menigeen een voorbeeld aan nemen. Nou, allereerst beide
van harte proficiat met deze prestatie. Jullie hebben 40 kilometer volgens mij uitgelopen. En ik hoorde dat u zelfs slechtziend bent. Ja. En dan toch 40 kilometer lopen. Ja, ik heb niks aan de benen. Ja. Al voelen ze anders nou.